Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag. Vandaag in het journaal besteden wij samen met epidemioloog Ingrid Kishnadat meer tijd aan de gevaren van de Delta-variant. Het is onlangs bekendgemaakt dat er meerdere gevallen zijn geconstateerd in Suriname en vonden het nodig de volgende informatie met u te delen. Internationaal ziet men dat de besmettingen met de Delta-variant van het COVID-19-virus ernstiger verlopen bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Bij gevaccineerden blijft het vaker bij een milde aandoening. De Delta-variant verspreidt zich bovendien sneller en heeft een kortere incubatietijd. Maar wat is de Delta-variant? Eigenlijk gewoon het coronavirus, maar dan met een mutatie. Bij vrijwel elk virus komen mutaties voor. Een virus kopieert zichzelf namelijk erg snel en soms gaat dat kopiëren fout. Die foutjes, dat zijn de mutaties. Veel mutaties hebben geen nut of hebben zelfs een negatief effect op het virus. Dus de Delta variant is een mutatie, dus een variatie op de andere COVID-virussen. Die virussen veranderen constant, ze hebben constant aanpassingen. Je moet zien, als je in een familie ziet en je krijgt weer kinderen, dan heeft dat ene kind, ziet er een beetje anders uit. En eigenlijk, ze worden steeds sterker en sterker. En omdat die COVID-besmettingen wereldwijd naar miljoenen mensen gaat, krijg je eigenlijk ook heel veel verschillende varianten. En een paar zijn gevaarlijk. Daarvan is de Delta variant 1. Waarom is het gevaarlijk, zegt men, of heeft men? Omdat hij besmettelijker is dan al die andere varianten. Het is besmettelijker dan de Britse variant of de Alpha variant. En het is ook besmettelijker dan de Zuid-Afrikaanse of de Beta variant. Het is ook besmettelijker dan de Manaus of de Gamma variant. Dus deze is op het ogenblik de besmettelijkste. De Lambda variant in Peru is ook besmettelijker dan de Gamma variant. Maar naast de Delta variant heeft hij nog niet zijn gezicht laten zien. De Delta variant is een variant die het eerst is vastgesteld in India. Toen er in India die immense grote uitbraak was, waar je weet, in India wonen er miljoenen mensen. Dus daar was het had je heel veel verspreiding en daar is dus de eerste keer die Delta variant gekomen. Hij is snel verspreid naar veel landen op de wereld. Dus het is eigenlijk heel snel door in de hele wereld. Als ik het voorbeeld neem van Amerika, in maart hebben ze de eerste vastgesteld. En toen was er dus heel weinig, je had andere varianten. Op het ogenblik is meer dan 80% van de Amerikaanse besmettingen door dit variant. En het is dus 5 maanden verder, het is dus gestaag gegaan. Hetzelfde hebben we gezien in februari toen het Manaus variant hier werd vastgesteld, oftewel het Gamma variant. En nu, al bijna iedereen die besmet raakt, het grootste deel, is door die variant. Dus die is nog steeds de variant die in Suriname de meeste gevallen produceert. Alle coronavaccins zijn beter in het voorkomen van ernstige COVID-19 dan in het voorkomen van de mildere gevallen. Dat vaccineren helpt tegen de Delta-variant zien we bijvoorbeeld in heel veel landen. Het aantal besmettingen wereldwijd neemt er de afgelopen tijd weer toe door de Delta-variant, maar toch stijgt het aantal ziekenhuisopnames nauwelijks. Dus om ernstig ziek worden te voorkomen, laat je vaccineren. Het voordeel van gevaccineerd zijn is efficieke inedede. En dat is het belang, dat geeft het belang van vaccineren nog duidelijker en nog meer weer. Het is dus, vaccineren is voornamelijk de beste bescherming die je jezelf kan geven als mens in geval van een coronabesmetting. Op het ogenblik is de Delta variant niet de meest voorkomende in Suriname. Het is nog de Manaus variant, maar als het zover kan komen en hoogstwaarschijnlijk zal komen, want we zien het verspreidt zich supersnel in de hele wereld, dan zullen gevaccineerde mensen heel makkelijk ongevaccineerde mensen kunnen besmetten. En die gevaccineerde mensen die worden niet erg ziek, maar die ongevaccineerde, voor die kan het heel vervelend aflopen. En dat is dus eigenlijk wat we zien in alle data van de landen waar je veel gevaccineerden hebt. Die gevaccineerden en die ongevaccineerden worden evenveel besmet, maar die gevaccineerden worden minder ernstig ziek dan die niet gevaccineerden. En dat is wat je wil. Je wil niet ziek worden, je wil niet doodgaan. Dus vaccineer jezelf.
hoofdpijn, keelpijn en een loopneus. Dat zijn de meest voorkomende symptomen van de Delta variant van het coronavirus, blijkt uit onderzoekingen. Volgens de wetenschappers die de studie uitvoerden, kan je ze makkelijk verwarren met de gewone verkoudheid. COVID gedraagt zich nu anders. Aldus professor genetische epidemiologie Tim Spector van King's College London, die de studie leidde. Mensen zouden kunnen denken dat ze gewoon een seizoensgebonden verkoudheid hebben en nog altijd naar feestjes kunnen gaan. Volgens ons is dat een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de variant. Symptoms. This app called Zoe tracks people's experiences of COVID and they're changing. And they're not the same as they were. So the number one symptom is headache, and then followed by sore throat, runny nose and fever. Delta variant now accounts for over 90% of cases across the country. We know the Delta variant spreads more easily, and there's evidence that the risk of hospitalization is higher than for the previously dominant Alpha variant. Two doses of the vaccine are just as effective against hospital admission with the Delta variant compared to the Alpha variant. Dus bij Delta variant heeft men in de wereld wel een kleine verschuiving gezien. Vroeger bij die andere symptomen hadden we zelf zo van, zang, je ruikt niet, je proeft niet, boy, je hebt COVID. Dat was eigenlijk bijna heel veel bij deze. Bij deze Delta schijnt dat niet zo op de voorgrond te trainen. Het is meer net een verkoudheid, vooral bij die gevaccineerde mensen, gewoon een verkoudheid, een loopneus. En verder wel alle andere symptomen, zoals lichaamspijnen, ademtekort, etc. Die komen wel overeen. Het zijn wel allemaal dezelfde symptomen, maar je ziet die ene treedt een beetje meer op de voorgrond dan de andere. En bij deze hebben we dus toch wel gezien, of hebben de mensen in de wereld dan, want wij hebben nog niet gezien dat de loopneus een beetje meer voorkomt dan bij de andere varianten. Of meer voorkomt dan bij de andere varianten. En we zien dus ook dat smaak- en reukverlies minder op de voorgrond treedt. Dus het is duidelijk, de Delta variant is de meest gevaarlijke variant, vooral voor de niet-gevaccineerden. Willen we sneller uit deze pandemie geraken, moet je je laten vaccineren. In Amerika is al zo'n 60% van de populatie gevaccineerd en onder de 40% niet-gevaccineerden vinden de besmettingen plaats. Dus laat je vaccineren. De Delta variant is op het ogenblik in de wereld de variant die die mensen tot alertheid roept. In Amerika is ongeveer 60% van de samenleving gevaccineerd. Maar omdat de 40% zich niet laat vaccineren, heeft de Delta variant nog steeds genoeg ruimte om ziekte te verspreiden. Toch? Dus die Delta variant is er en eigenlijk als mensen zich niet laten vaccineren, dan blijf je verspreiding promoten en dan krijg je nog steeds heel veel verspreiding en dan heb je weer de kans dat je weer een andere variant krijgt is dan groot. Eigenlijk kan ik alleen maar zeggen laat je vaccineren, laat je vaccineren, laat je vaccineren. Want vaccineren is de enige manier om hieruit echt helemaal te komen. En als je je niet wil laten vaccineren, dan moet je jezelf in een kelder opsluiten en nooit meer naar buiten komen. Want dan ben je geen kwaad voor jezelf en nog voor niemand. Maar dat wil je natuurlijk niet doen. Je wil met mensen praten, je wil naar feest gaan, je wil dansen, je wil eten, je wil allerlei soort dingen samen doen met de hele wereld. En als je dat wil doen, laten we het samen doen. Laat je vaccineren. Voorkom dat de Delta variant iemand ernstig ziek laat worden en iemand dood laat gaan. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid ging tijdens de laatst gehouden regeringspersconferentie ook in op de COVID-situatie. Later deze maand zal volgens hem het ministerie van Volksgezondheid over 180.000 Pfizer-vaccins kunnen beschikken. Wanneer dit merk vaccin binnen is, zal gestart worden met het inenten van kinderen vanaf 12 jaar tegen het coronavirus. Ramadan deelde mee dat het streven van de regering is om 70% van de bevolking van 12 jaar en ouder te vaccineren. De verwachting is dat we nog in augustus onze eerste tranche van 180.000 Pfizer-vaccins binnen hebben. Aldus Ramadan.
Door actie te ondernemen om de toegang tot de COVID-19-vaccins uit te breiden, zal de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO haar Revolving Fund gebruiken om landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te helpen voldoende vaccins aan te schaffen om de transmissie onder controle te houden, zei PAHO-directeur Carissa Etienne. De regio heeft nog steeds een tekort aan de doses welke nodig zijn om het tij van de pandemie te keren, vertelde zij verslaggevers tijdens een persconferentie. As a Caribbean person, I want to add my voice to this because I am truly very concerned about what is happening in the Caribbean. The Caribbean, over many, many years, the Caribbean has been the region, the sub-region, with who attained the highest coverage of vaccines. And those are routine vaccines. But what we are seeing now is one, persons totally relaxing on the public health measures, and a high level of vaccine hesitancy, where vaccines, even when they're available, that persons are not coming forward. As Ciro said, we are seeing vaccine hesitancy in healthcare workers. The vaccines work, and the proof that vaccines work, particularly those that are received emergency use listing from WHO, it's because in the cases that are now hospitalized, that's in severe illness and deaths, more than 95% of those have not been vaccinated. To be protected, you need to receive the full regimen. If it's two doses, you need to receive the full doses. One dose does not protect you. And please, the best vaccine for anyone is the one available to you. So please make use of vaccines that are available. But at the same time, please adhere to the public health measures. It is really foolhardy to not adhering to public health measures, not becoming vaccinated in a situation where capacity is limited in terms of hospital capacity. It is really foolhardy. We are playing with our lives. So my appeal to you is get up. Wake up from that slumber. Wake up from that dream. Because we know that the vaccines are safe. They do have side effects. Those are extremely rare. And I want to assure you that we are monitoring the occurrence of those side effects. They're being monitored nationally, regionally, and globally. En met deze informatie zijn wij gekomen aan het eind van deze aflevering van het COVID-19-journaal. Vergeet u niet om via de juiste kanalen de juiste berichten en informatie op te zoeken. Laat je niet misleiden door mensen met fakeberichten, want dat brengt ons nog meer in problemen. We gaan eruit met de sterke boodschap van de hoofdkapitein van Drietabbetje, kapitein John Lesina. Tot de volgende keer. As poiti aso obeskere munu fwa shiki akishua no takti teke as poiti no kon kisha siki ma datu wan takite kisha siki tu ne teke as poiti da siki ya na opoi kiyo ma efi no teke nda kan chai kaba kwa ilibi efi abi onde lekenda andu nenga ni aibi wan fien kisi da kan chai kaba kwa ilibi yus mi wan kayo ete wan leishi taki alas ma ukon teke as poiti wan tu alosa ma kon shiki ifi tak kande da kapte leishi na jago taki apen abaya baika ita tu alia ili ago te kas poit mon al kida san san sama itakina social media alide le as poit ya obos kera mi fino dede ti de mi ko nga mi ma mi bigi sana nga wapne ta kapten da bangi kon te kas poit anga so me ta sama se fio kon te kas poit as poit di si obos kera mon fu no dede corona na dede enen e fa kisi au kiyo e fi abi onder le kanda andune e fi na bi for dunda vitamina e niskin uno ar kisa de sama itaki as sikin di si gon tapuna o meka wan de si da ni sapta kis ma o dede uno arkisa sama itaki dana desi de espoiti gwa eniski asan den na soso lei me tegi desma asan akondre serefi me en bij deze met klem wil ik ook oproepen alle de gelovigen me wan roep op na klem omdat want to be the pastor dat de verter desma taki de nongu go spoi san gwa eniski wan jo dede Israel na dape gado onsta volko sa bible sa uleri bijna 80% van alle desma voor Israël pe gado ko boro te kas politiek ba. Dan om meke u pastor te u tak unom te kas politiek disi.
Pastor, I mean, egi e free one if tegu no am tegi oso nang e family ma uno meke ako indoctrinero no na wa moy word fu kunda ela fu santa ki gado no one us poita saniaso esra elsa we dinya gado di we dinya Jesus Christus a konde de na takta percent wala des mala teke corona spoitika de se fu on pastor tegi uno de de a pastor dem santa ki atap en kuwaita taki a de de but ran fu make asma da de de En dat we ons stopt, dat we corona-spoiting hebben. Corona-spoiting is een levensbedreigende ziekte. Als ik zeg dat corona, daarom moet ik altijd corona-spoiting. Als je beschermt, dan ga je geliefde, dan ga je omgeving, dan ga je totale samenleving.